Iemand heeft mij ten onrechte en opzettelijk een malafide ondernemer genoemd op zijn Facebookpagina. Kan ik hier iets tegen doen? Met negatieve berichten over u op Facebook, Twitter, een forum of een eigen website wordt u of uw bedrijf in een negatief daglicht gesteld op het internet. Dit kan vervelende gevolgen hebben voor uw imago. En hoe langer de berichten op het internet staan, hoe groter de kans is dat mensen het lezen. U wilt het bericht dus zo snel mogelijk verwijderd zien, maar de afzender beroept zich op het recht op vrijheid van meningsuiting. Het recht op vrijheid van meningsuiting is een mensenrecht, maar het is niet onbeperkt. Je mag dit recht nooit gebruiken ten koste van een ander. Zo mag je een persoon niet beledigen of opzettelijk in een kwaad daglicht stellen. Als hier sprake van is, zijn er mogelijkheden om de verspreider van deze berichten aan te pakken. Desnoods via de rechter. U kunt daarmee bijvoorbeeld een verbod afdwingen of een rectificatie en schadevergoeding eisen. Heeft u te maken met online belediging en wilt u er tegen optreden? Neem dan contact met ons op voor professionele ondersteuning.